ik heb een heel mooi leven, dat wil ik graag zo houden. Kan jij mij laten zien hoe ik veilig kan werken op de bouwplaats van de Metro aan Zee? Absoluut. Hoe bereid ik me voor? Nou, allereerst zorg je dat je goed uitgerust bent. Dus ik had eigenlijk gisteravond wat vroeg in de bed gemoeten. Ja, misschien wel. Dus je moet scherp zijn. Nou, dan houdt het filmpje hier op. De allerleukste lijn van het hele OV, dat is de Metro aan Zee. Ik kom aan op de bouwplaats, wat doe ik als eerste? Je gaat allereerst hier naar binnen, dan hou je de veiligheidsinstructie op. En dan weet je precies wat de risico's zijn en de spelregels waar je aan moet houden. Dan krijg jij een sticker van mij en be safe! We zijn aan het hijsen. Wat zijn hier de veiligheidsrisico's? Dat je geraakt kunt worden op het moment dat je niet voldoende afstand houdt. Machinisten ruimte geven om zijn werk te doen. We staan hier bij een tunnel in aanbouw. Wat zijn de risico's? We werken hier op hoogte. We werken hier op stijgers. We werken ook in de tunnel. Daar zitten ook weer een aantal risico's aan vast. Denk bijvoorbeeld eventjes aan hoe kom ik erin, maar ook hoe kom ik er weer uit. Ook in geval van nood. We zijn afgedaald in de tunnel. Ik vind het een beetje krappies. Klopt. Ja, dat is precies een van de risico's hier. Weinig ruimte om te bewegen. Dus het is echt letterlijk kruip door, sluip door. Zullen we maar snel naar het zonnetje gaan? Lijkt me een goed plan. Hier is heel belangrijk dat je je van tevoren goed laat informeren over die risico's. Uiteraard voor jezelf, maar ook voor je collega's. Fred, je bent een wijs man. Jij had nog een tip. Ja. Opruimen. Dus, want rommel maakt rommel. Dus hoe werkt dat dan? Zorg als er iemand staat te zagen, bij wijze van spreken, en die gooit er gewoon een klosje weer. En dan komt de volgende, ja, die gooit er ook maar weer een klosje bij. En dan van lieverlee krijg je zelf een hoop rotsen rondom je zaagtafel. Dus dan krijg je een onveilige situatie. Dus rommel maakt onveilig? Ja. Dus jouw tip is? Zorg dat er een container staat en je rotsen opruimen. Ik vind het een mooie plek voor de onthulling van de centrale veiligheidsfilosofie. Nou, centrale veiligheidsfilosofie, be safe, betekent naast aan de voorkant nadenken over risico's ook heel nadrukkelijk dat je samen op de bouwplaats continu alert bent op veiligheid. Op veranderende situaties, we zitten op een hele dynamische bouwplaats, elke dag is die anders. Elke dag uiteindelijk kunnen er nieuwe potentiële risico's komen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen vak uiteraard, je eigen veiligheid, maar ook voor je collega's. Zeker. Je bouwt in een bewoonde omgeving. Ja, die ook nog eens een keer op bepaalde dagen van het jaar heel druk kan zijn. Denk even aan mooi weer. Mensen komen naar het strand, die zijn in de recreatiemodus. Die letten eigenlijk niet goed op de omgeving, dus dat moeten wij voor ze doen. Oké, dus wij zijn ook het oog van de toeristen. Absoluut, ja. Nou, je ziet het hier achter je. Hè. Ja. We hebben heel veel bouwverkeer over de weg. Machinisten moeten goed opletten, verkeersregelaars moeten goed opletten en zorgen dat alles veilig kan verlopen. Ja, ik hoop dat je hard genoeg hebt gepraat voor het geluid. Ik hoop het ook. Ja, hier gaat het om, hè. Straks kun je daadwerkelijk met je slippertjes aan de metro instappen en hier naar het strand toe gaan. Heb je je veiligheidsschoenen niet nodig? Heb je je veiligheidsschoenen niet meer nodig. Maar het weer brengt ook risico's met zich mee. We hebben sneeuw gehad, we hebben heel veel wind gehad. We zitten natuurlijk pal aan de kust. Slagregens en al die verschillende weertypes, die hebben ook veiligheidsrisico's. Denk even bijvoorbeeld aan het hijsen van materieel met harde wind. Dus kortom, let op het weerbericht en pas je gedrag erop aan. Heel mooi samengevat. Je hebt me veilig door de bouwplaats geloodst. Ik kan nu weer veilig thuis op de bank gaan zitten suffen. Ja, je moet nog een stukje rijden natuurlijk. Ja, oh ja. Maar ik ga ervan uit dat dat goed gaat komen. Dus een fijne avond alvast. Dankjewel. Tot zover de Metro aan Zee.